Een hele goede morgen en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen van der Werf en ik heet jullie weer van harte welkom. Het is vandaag 28 september 2018. Ik vlog dagelijks samen met mijn aanstaande man Roderick Staalman en met mijn diertjes. Dus elke dag om 4 uur kunnen jullie een leuke vlog verwachten. Ja, en dan zou ik weer zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Ja, goed zo. Je mag niet op de bank stoeien. Nee. Dat mag niet, nee. Toch doen ook, hè. Toch doen ook, hè. En ik heb wat binnen. En nee, we worden hier niet voor gesponsord. En op. Op. Lopies. Nee, helemaal niet. Wat ga je allemaal doen dan? Wat ga je het allemaal doen dan? Wat ga je allemaal doen dan? Toen werd ik wel zag. Dat wil ik niet. Wat ga je allemaal doen dan? Wat ga je allemaal doen dan? Oh, krijg ik allemaal keuzes voor jou. Ja, nou dankjewel hoor. Nou, en ik moet er zo weer van tussen. Het is nu al net 10:32. Het is 10:30. Ik heb nog ongeveer 10, 11, kwartier, mijn 2, 15, 13 minuten. Ja. En dan ga ik op de fiets weg. Ik heb Ron nu aan de telefoon, die is post aan het lopen. Yep. Dus ik ga nog even zo meteen fractioneren. Een beetje wat mijn haar even doen. En dan mijn tuintjes poetsen. En dan daarna pleiten naar school. Ja. 11 uur er zijn, al ik ben moe. Dus ja. En dan vanmiddag, als Rauw ook klaar is, even deze uitpakken. Deze hier, deze jonge dame. Ja. Ik heb het al een beetje verklapt, jonge dame. Is leuk. Wat zou hier toch in zitten, hier? Wat zou hier in zitten? Wat moet hier nu in zitten? Ja, ik weet het. Maar weten jullie dat? Vraagteken, vraagteken. Ja, daar was ik weer. Ik ben net thuis en vanaf school, dus. Ja, en dan weekendje vrij. En dan maandag weer. Is gezellig. Yep. Dus ja. Ja, even een beetje moe. Dus ik ga even wat eten. Dan ga ik mijn mama bellen. Even kijken hoe het met haar gaat en of ze het pakketje al binnen heeft. En dan ga ik eventjes op bed liggen. Ik ben gewoon even gerakt, braakt. Niet slapen, maar gewoon eventjes mijn lichaam tot rust. Want als het goed is, mag ik vanavond mee met Ro. Dat is leuk. Mag ik mee? Ja, en toen hadden we daar. Wat hadden we hier? Een doos. Ja, een doos. Maar ik kan even mijn ding hier vinden. Maar oké. Okay. Ik ga hem even openen. Dan. Kijk een beetje mee. Wat? Waarin? Een pakje. Een doosje. Ingepakt in plastic. Heel klein mini. Oh, er zit een klein doosje erin. Wat zit erin? Nog een doosje. Ja.
Nee, ik ga het zien. Ik zal niet zien. Dit is wel grappig. Dat is heel mooi gedaan. Ik heb weer een kastje dit. En hoe vind jij het? Top, helemaal goed. Ik heb een pakketje binnen. Ik wel. Ha! 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 Ik lekker wel. Onze auto staat er niet. Daar zeg ik al, onze auto staat er niet. Mag ik jou een tip geven? Een tip geven. Want zij gaat iedere keer helemaal naar voren. Ze die lijn inkorten. Zodat ze bij je moet blijven lopen. Okay. En dan lady wat langer. Okay. En dan hoef je ook niet continu terug te trekken. Want ze moet ook naast tegenwoordig weer lopen. Ja, toen mocht Ro eventjes met de hondjes lopen. Zitten. Gewoon zitten. Goed zo. Even wachten. Uitkijken dames. Uitkijken. Kom maar. Zit. Goed. Wachten. Hey. Word je dan nooit rustig, Harry? Hey. Ja, en Ruten die vindt het nou toch niet erg hoor, om op de vocht te komen. Rustig, joh. Hey. Dit is rustig. Hey. Dit is rustig. Wauw. Wat is dat nou? Dit rustig. Hey. Ja. Dit is even rustig. En die wordt... Je bent niet alleen hoor, er zijn er meer. Hé? Wat is het allemaal dan? Ja, maar ik wil aandacht. Ik krijg ook nooit aandacht. Oh. Oh, die je hebt zo wat in je nu. Die heb al. Ja, die ontdekt natuurlijk. Met z'n tweeën. Zitten dan, dames. Uitkijken. Zo. Oh, hela! Oh, ben jij smiecht, zeg! Joteren! Nee, Lovely! Los! Ben jij smiecht? Lovely, los! Die is van jou. Die mag jij. Ja. Oh. Nog maar 6 tassen. Mooi. Joteren. Vrijdag is onbegrijpelijk. Ja, dan zegt ze van ja, maar tot 5 uur. Nee hoor. Nee, zo... Blijf maar dan gewoon lekker door. Oh, ik heb... Toen het hele mooie systeem opnieuw ingevoerd werd. Ja. Daar heb ik in voorbeeld nog tot s'avonds 9 uur gelopen. Nou, daarom. Mocht helemaal niet, maar goed, het gebeurde wel. Ja. Ja, nou stop hè, dames. Ja, het ook niet wat. Ja, je hebt aandacht gekregen, je hebt een vlieger gekregen, dus... Zo blij je... zijn ze dus met Ruud. Uh-huh. Wat wil je dan nog meer? Vals zijn ze toch? Ja, ze zijn heel vals hè, Ruud? Oh, heel vals, ja, hè? Ja. Ze zijn zo vals.
Ja, ik zit iedere week in het ziekenhuis om een paar hechtingen. Heel vals. Ja, zo vals? Zo vals? Ja, maar ik heb de mensen schrik gewoon van de reactie, van, zeker van deze. Nu nog wel, ja, maar straks dan wordt ze hopelijk rustiger. Dit is een lekkere rustige hond. Maar deze is gewoon nog super enthousiast. Ja, en vooral met ome Rutte, hè? Ja, weet ik niet. Ja, ga graag voor nu. Ga mee? Dames, lopen. Ja, het is klaar. Hoi. Okay. Zo. Mooie lange schaduw. Slik. Als jij een beetje uit die schaduw van haar haalt, komt. Juist, dat is leuk. Dat is wel leuk. Kom maar dames, lopen naar huis, water. Liggen, slappen. Laat haar weer een beetje vieren. Goed zo. Rug. Elke hond is anders, hè? Mm-hmm. Merk je nu wel, hè? Ja. Nee. We gaan niet bosjes. Nee, kom. Kijk je altijd zo serieus. Is Why? Dat zo? Ja, dat is zo. Dan zou ik het niet zeggen. Oké. Kom maar, dames, kom maar. En dan mag je ze ook niet lekker naar boven brengen. En dan mag je lekker weg. Is goed. Naar je werk. Werk, leuk. En vergeet die twee bakken niet uit de koelkast te halen. Nee, kom. Ja. Weer een heel leuk pakketje. Ja. Even kijken of ik hem ook zo open kan krijgen. Ja, kijk. Plakbandje. Zo. Plakbandjes open. Nice. Oh, wauw. Oh, hij is echt nice. Nou, run. Nee, joh, wat? Ja. Bij deze. Ik weet niet of ik dat heel goed in beeld heb. Nu wel. Daar heb ik dus het een en het ander besteld. Deze is voor die kleine. Voor Luffy. Deze is voor Lady. Zo. Is wel nice, hè? Mm-hmm. Dan heb ik deze. En dan zou je denken, zo kort. Ja, dat gaat bij hier een paar dagen. Bij de hond. Neckline. Zo, en dan kunnen ze meerennen. Ja. Yep. Dus dank jullie wel voor jullie bestelling. Dus mocht je iets willen bestellen, voor je hond of wat dan ook, voor canicrossen, steppen of wandelen, dan kan dat hier. En hij wil niet scherp stellen. En dat vind ik heel vervelend. Voor jullie, maar ook voor mij. Ik doe ook nog wel eventjes de beschrijving hieronder. En dank je wel, hij is binnen. Yep. En ik word er niet voor gesponsord. Heel belangrijk om dat te weten. Nou, hij gaat weer naar zijn werk. Oh ja, chocola hoor. Ja, jij wel. Wat heb ik dan om te bikkelen? Helemaal niks. Lukt je dat? 1, 2 omhoog.
Hey, het is je gelukt ook. Hey. Hoe doe je dat? Ik heb een pakketje voor je. Ga je zo nog thuis? Ja, 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 tuurlijk. Ja, toppie, rustig aan. Oh, jij fietst tegenwoordig die kant op. Ja, dat kan ook. Werkzaam. Daar gaat hij. Zo, toen moest ik even een hele partij uitzoomen. Luffy. Hey, baby. Ja. Zo, de tv even uit, even zachtjes doen. Ook, ik heb even weer even een dipje. Of ik het allemaal wel goed doe. Naar Roto. Naar de hondjes. Ik loop gewoon even een beetje om. Ja. Het huilen staat me eigenlijk nader als lachen, maar omdat ik ook gewoon even weer moe ben en ja, ik weet gewoon even niet hoe ik het anders moet zeggen. Nee, dat zeg ik. Het is gewoon even zoveel bij elkaar. Weten jullie echt, bruiloft, mijn operatie, bruiloft dat, en dat maakt me dan nog niet heel veel uit, maar het is meer puur mijn operatie dat gewoon eventjes nu op dit moment een part speelt. En voor de bruiloft hebben we bijna alles. De versieringen, de taart heb ik vandaag al binnengehaald. Ga zo maar door. Dus drinken hebben we. We hebben zoveel nu. En dan heb ik echt zoiets, dan doe ik het allemaal wel goed. Heb ik alles wel voor elkaar. En de taarttopper hebben we, maar nu heb ik echt zoiets van, hoe moet die eigenlijk in de taart? Want daar heb ik niks voor. Of hoe zit dat? Dat is ook nog allemaal nieuw, dus moet ik weer even kijken hoe dat moet. Dus het zijn allemaal dingen die even, mijn kop is niet rustig. En ik wil rust. Maar hoe, weet ik dus nu even niet. Nee. Hé, hey, meisje. Hé. Hey. Dus ja, ik weet het ook even niet. Daar is ook al het huilen staat me nou. Meer als na het lachen. Wat doe je eraan? Drie keer niks. Ja, heel veel mensen die zeggen gewoon lekker laten gaan. Maar ook dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Want je wil het wel, maar het lukt niet. Het huilen dan. Dan wil je wel en dan trekt het weg op een of andere manier. Is gewoon gek, raar. Maar ja, ik ga even tv kijken. Dit is Nederland 1 en zo. Flikker Rotterdam. Dus eventjes kijken of ik mijn verstand op nul kan zetten. Rust in mijn hoofd. En dan laat ik jullie weer weten hoe het straks met me gaat. Het is heel veel licht in één keer, maar dat maakt niet uit. Het is nu 11:55. Kijk. Nee, ik lieg niet. Nee, ik lieg niet. Maar ja, het gaat nou alweer een stukje beter als eerder op de avond. Yep. Bij deze ga ik gelijk even de vlog afsluiten. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want als je dus op die rode button klikt, kun je ook gelijk het belletje aan doen. Want als je die ook aanklikt, krijg je elke dag om 4 uur een melding dat ik een video op heb geload. Ja, nou ja, als die dus online komt. Kijk, dat is ook leuk. Dus, ik zou zeggen, en laat ook dan een reactie achter, ook heel belangrijk. En ook om ons te laten groeien, deel deze video op jullie social media. Hey, top. En van de week heb ik een heel leuk nieuwtje voor onze bruiloft.